Young Wellness. We wonen inmiddels in jouw witte Twingo. Ja. Het is vandaag. Ik ga huur vragen bij jou, aan jou binnenkort. Ja. Ik heb over een week heb ik geen huis meer, maar dan kan ik hier gewoon slapen. Het is 2:30. Ja. En over 2 uur wordt afgetrapt in Tilburg. Ja, dus Willem 2 en VVV. Ja. En ik moet zeggen, ik kan niet wachten. Hier, het Koning Willems 2 stadion. Ben je er wel eens geweest? Nee, nog niet. Mijn vuurdoop. Nou ja, voor mij ook. Er wordt even overlegd of we naar binnen mogen. Nou mensen, we staan op de lijst. Niet eens de zwarte lijst deze keer. De sfeer bij NAC was fantastisch. Ja. Gisteren dachten we bij Almere best lekker sfeertje. Ja, maar dit is toch wel iets anders. Dit is toch wel even iets anders. Je merkt dat we op het spel staan. Heerlijk. Ja. Ja mensen, Nick Venema opeens met die 2-1, die dekselse Nick Venema. En mijn persoonlijke voorspelling is dat het zomaar wel eens 2-2 zou kunnen worden en dat het exit Willem 2 is. Maar we hebben het hier over een vechtwedstrijd. Ja, met een mes tussen de tanden. We zitten dus wel een beetje met een moreel dilemma, want nou ja, het wordt nu verlengen. Maar we moeten eigenlijk, tijdtechnisch gezien, moeten we nu eigenlijk naar Maastricht. Ja, er reageerde dat iemand op Twitter over met de helikopter gaan. Nou ja, goed. Misschien dat je auto wel kan vliegen als je hard genoeg rijdt. Hij gaat wel hard, hij gaat wel hard. Nee, maar ja, we zitten dus een beetje met een probleem. Anders dan komen we iets later bij NVV. Maar het lijkt, misschien pakken we hier even de verlenging mee en dan zijn we daar bij de tweede helft. Ja, maar prima. Hé jongens, we vinden wel een oplossing. Ja toch? We zitten in de 20e minuut van de verlenging. Over precies een uur wordt er afgetrapt in Maastricht. Ja. Dat gaan we niet halen. We steven al veel penalties hier, want er wordt geen kans meer gecreëerd. Ik weet niet, maar zou hij nog even één keer. Maar dat zou hij ons ook echt, zou hij ons moeten gunnen. Het is al gelopen! Het is al gelopen! Lars, wat de fuck gebeurt hier, man? Ja, goaltje, hè? Ongelooflijk! Gefeliciteerd, man! Gefeliciteerd, jongen. Wij gaan snel weg, want wij moeten nu in Maastricht. Kom, rennen. Spullen pakken. We moeten nu spullen pakken. Ik had het verkeerde. Ah, Mart, spullen pakken. Snel. Hoe lang hebben we nog, Lars? We hebben nog 52 minuten om in Maastricht te komen. Wordt racen. Dat wordt zeker racen. Antilopen van Deventer. Kijk uit, Mart. Ja, gisteren Eindhoven, nu ook Willem 2 verloren. 12 ja. Peperstraat had een hoop zelfvertrouwen. Ja, dat snap ik. Maar niet over Willem 2. Nee hoor, we gaan kijken of Kees de Boer nog even kunnen bellen. Ik heb de persbericht een bericht gestuurd en hem zelf ook. Even een pitstop, dat hoort ook bij snel rijden. Het lijkt me tijd om weer te gaan. Huppakee. We gaan beginnen, Lars. Het is 1-0 voor NAC. 1-0 voor NAC. Omarsson. Oh. Maar nu staat NAC dus cumulatief 2-0 voor, jazeker. Ja, dat zal MVV er zo meteen wel 3 maken. Ja, dat kan niet anders. Jo, 36 minuten te laat, het staat inmiddels al 0-2. Ja, maar we zijn aangekomen hier. Is er fly? In de pers komen, er is fly. Ja, kijk. 36 minuten gemist, het staat 0-3. Ja, de 0-3 viel toen wij onze spullen weglegden. De 2-0 viel toen we onze auto aan het parkeren waren. Ja. Dus, maar ja, als het niet de play-offs zou zijn, zou je zeggen, het is gespeeld. Ja. Nu niet. Maar nu kan er van alles gebeuren. Ik zal net pissen als Mark van Bol. En? Ik durfde niks te zeggen. En daarna liepen we naast? Pierre Verhooyen, daar zei ik wel wat tegen. Maar die zei niks terug? Die zei wel wat terug, maar die keek snel voor zich uit. Die moest dan met 4 mensen op de foto. Ja. En als hij al wist dat we natuurlijk met hem in de podcast hebben gezeten, had hij zeker geen tijd. Oh! Er wordt ook nog wel gevoetbald. Zeker. Wil hij er zeker niet over praten? Het is 1-3. Het is weer een wedstrijd. Door de buitenkant rechts van, de Deli-luisteraar, Ruud van Rommel. Lars, we lopen hier op het veld van de Geuzel. Ja. Naar de mixzone. Ik wil het wel speel schieten eigenlijk. Van der Zanden nog onder de lat, 3-1. Ja, 4-1. 4-1 zelfs. Heb jij niet eens meer meegemaakt. We hebben al die goals gemist dat we spullen aan het pakken waren. Ja. Nee, ik heb wel gezien hoor.
Nou, toch een beetje alsof je La Bombonière zo onder de tribune. Zo. Nou. Zo. Alles eruit? Ja, begin maar. Denk je dat het verschil in kwaliteit tussen jullie en NAC ook zo groot is als deze 4-1 doet vermoeden? Nee, ik denk, ik ben zelf niet heel kapot van NAC. Ja, hoe ze gespeeld hebben tegen ons daar. Hier vonden ze ook niet super, wat ik al zei, lange ballen. Baal je dan extra? Natuurlijk, ja, ik denk dat het wel gewoon een kans was voor ons. We hebben thuis toen ook van hun gewonnen. Ja. Ooit daar ja, wel redelijk kansloos verloren, dus dat kon alle kanten op. Alleen ja, het was gewoon net niet goed genoeg en net niet aan onze zijde om het te keren. En ja, ik zeg, als je zo'n fouten maakt, dan gooi je het eigenlijk al weg. Ben jij iemand die daar lang, nou, ik wil niet zeggen mee kan zitten, maar voordat je dat kan relativeren, zeg maar, ben je de hele avond nu chagrijnig? Of? Jawel, ja, natuurlijk zit het al mee. En ja, het is ook mijn laatste wedstrijd waarschijnlijk voor MBV. Dus ja, ik werd even emotioneel net. Dus okay. Voor mij zijn er wel soort dingen die ik wel meeneem. Dus ik ben dat betreft wel gevoelig. Dus nee, ik weet nog niet wat ik ga doen. Okay. Maar als je al mijn deed dan natuurlijk zo, ja, ja. Afsluit, zeg maar. Thanks, man. Ja, jullie ook bedankt, jongens. Ja, zo. Ja. We zijn weer. Ja, zo. Thanks, man. Ik zou even hebben, wat. Zo. Heb je het juist shirt dan? Want het staat je wel, maar die andere beter, vond ik. Ja, dat kleurt wat beter. Ja, nee, ik heb twee shirtjes aan gehad vandaag en ja, dat was wel meer dan genoeg. Je pakte nog wel een paar ballen. Ja, je bent heel verbaasd. Alleen, ja, we kunnen natuurlijk, we zijn motorisch natuurlijk redelijk goed allemaal als topsporter. Dus een balletje pakken, dat is natuurlijk geen heel groot probleem. We hebben gisteren bij Almere hebben we toch wel een remontadaatje gezien. We hebben het vanmiddag bij Willem II gezien. Ja. Oh, doe maar snel op weer. Ja, doe maar snel weer op. Ja, ben jij kaal? Hè? Ik dacht dat jij een flinke bos haar nou, had. Ja, vroeger. Niet eens minder. Een paar jaar geleden. Dat is helaas niet meer, niet meer het geval. En vind je het vervelend dat je wordt geïnterviewd in korte broek? We hebben een beetje kritiek gehad op onze korte broeken. Op onze kleding. Ja, kijk, als je ook de professionele organisaties ziet, de mediateams met het grote geld, die lopen er niet zo bij. En, nee. Ik moet zeggen, als ik zulke onderbenen had gehad, had ik er ook niet zo bij gelopen. Maar, ja. Heb je die kuiten wel gezien, jongens? Ja, nou ja, het is... Hey, hallo. Ja, hallo. Het is hier met z'n overeen gegaan. Ja. Ja. Hey, ik heb gewoon niet meer. Het is net mijn hoofd. Daar komen we woensdag of dinsdag. Dinsdag is het? Woensdag. Komen we representatief, joh. Ja, oké. Okay, ja, nou, driedelig pak. Ja, daar hou ik jullie aan. Ja, ja? Is goed. Ja. Nou, oppersuits, we komen eraan weer. Sponsor ons. We gaan natuurlijk beginnen met de vraag of jij ook genoten hebt van Jort als keeper. Hij vond zichzelf, vond zichzelf wel een kleine uitblinker. Hij vond het geen verrassing dat hij ballen tegenhield. Nee, ja. ik heb zeker genoten van hem. En ik heb zeker, zelfs nog, terwijl het redelijk spannend was, met naam gelachen. En best wel, dat was, ik vond het wel leuk, ja hoor. Maar vind je het dan ook echt heel erg vermaken dat je denkt, we spelen hier de play-offs. Het bepaalt bijvoorbeeld jij in de Eredivisie spelen en nu moet een keeper... Nee, ik vind het was absoluut niet vermaken, laat ik dat voorop stellen. Wel, maar toen hij ballen begon te klemmen en een voorzet begon weg te boksen en zo, dat was wel genieten. Dus dat was leuk. Ja, je hebt toch keepers in de KKD waarvan je soms denkt, er zijn geen Jort van der Zand onder de lat. Nee, ja, hij heeft een goede uitstraling. Ja. Hoe is dat dan richting Emmen? Heb je dan zoiets van, ik ben me nu al aan het opladen? Nou, ik denk dat we eerst eventjes moeten genieten van wat we gedaan hebben. Eén borrel drinken. Dat is ook een toestand hoor. Goh. Oh, wat een man. Wij zijn helemaal belachelijk gemaakt in jouw training. Ja, dat is niet normaal. Ja, wij kunnen moet ik. Ja, dat is wel waar. Dat is wel terecht. Ja, toch? Ja, nee. Ja, we zijn er. Geniet ervan, maat. En Kees de Boer even bellen. Ja, Kees de Boer even bellen. Waar is die weer aan de lijn? Kees de Boer. Kees de Boer. Kijk eens. Ook wel omgedoopt door ons tot Kissa Vissa. Kissa Vissa. Jawel. Gefeliciteerd, maat. Zo. Ja, dankjewel. Hoe was het sfeertje? Want ook Fenomenema maakt ook wel even een lekker goaltje weer, hè? Ja, dat is een heerlijke goal. Ik ben niet dat ik wel even roepen. Ja, nou, roepen. Ja, dan komen we even een Fenoma erbij, man. Wonen jullie samen? Nee, we zijn met een vriend van ons toevallig hier even op de camping dit weekend. Een vriend van jullie zit op de camping? Dat zijn even langs gereden. Dat heb ik echt, dit heb ik nog nooit gehoord in de voetballerij. Wie gaat er nou op zaterdagavond om 11:30 naar een vriend op de camping? Zo, hey, Fenomenema. Zo, de tering. Toch een verlenging. Ja. Wij waren te laat, man. Veel te laat. Heren, wij gaan... wij gaan vreten. Nog even twee uur rijden naar Utrecht toe. Jullie heel veel plezier bij jullie Mattie op de camping, hè? Ja. En fit, hè, van de week. Hey, thanks. Later, boys. Hoi, hoi. Yo. Mensen,
We zijn weer in Utrecht. We schrijven 1:16. Slaap lekker, boys. Doei. En gefeliciteerd, NAC en VVV. Ja. En helaas voor de MVV en Willem 2. Ja. En Eindhoven natuurlijk. Benieuwd wat Nick Venema en Kees de Boen op de camping doen. Met hun vriend. Slaap lekker. Doei. Broer Stol. Marten Haaf. We zijn weer on the road. Come on. Het is nog 148 kilometer naar Venlo. Tegen Almere City. Ja. Jawel. Ik moet je nog iets vertellen. Ik heb nog een trui van je zusje bij me. Ja, dat zei je al. Ik ben nu op beeld. Ga eens weg, man. Maar het is echt zo. Zal ik hem pakken? Er staat me nu vaag iets van bij dat jij een trui van mijn zusje hebt. Maar volgens mij... Ja, zou ik hem pakken? Het is echt iets kuts om te horen. Ja. Kijk, dit is... Mooie trui. Er staat ook nog iets op. Oh, die is echt heel oud. Jezus. Ja, we gaan way back. Nee, er lopen hier allemaal mensen door de straat, broer Stol. Want we zijn in Venlo! Je zou een prima liedje kunnen maken op die tune van New Kids. Waarvan ik het sowieso opmerkelijk vind dat daar nooit een voetballiedje uit is gekomen. En dan... Wow, maar dan met Venlo. Venlo. En daarvoor ontbreekt... VVV. Velo. Staat ook gewoon nog in fysieke letters. Kijk eens. Aangegeven dat hier VVV tegen Almere City FC op het spel staat. 30 mei. 30 mei. Nou, dat is een mooi detail. Kijk eens. Waar zijn we? Zo. Martje? Zijn we er gewoon? We hebben het gered. Maar daar lonkt de koel. En daar heb ik heel veel zin in om daar eens te gaan kijken. Neem me mee. Ik ben hier nog nooit geweest. Een stukje. Heel wat. We staan zo. Ja. Even goed eten. Ja. Nee. Ja. Zeker. Ja, zeg hier maar eens nee tegen. Ja, maar dit is een goede fly dit. Dat kan ook niet. Nee. Mart. Dit is hem. De famous trap. Ja? Jij trekt een gezicht alsof het een mooie goal was. Matje, wat vond je ervan? Eerste helft 1-1. Nou, het was een hele open wedstrijd. Ik denk dat we zo open de wedstrijd nog niet gezien hebben. In de playoffs, toch? Nee, lekkere goaltjes. Jij haat ze, hè? Dat ze van richting worden veranderd. Ja, maar ze zijn gewoon heel lelijk. Ja, maar het heeft ook wel wat dat die goals dan vallen in de playoffs. Heb je dat niet? Nee. Oh ja, ik vind dat wel. Niks mee te maken. Ja, wel, vind ik wel, man. Van die... ja, ik vind het dat je het daar dan van moet hebben. Ja, ik vind het wel met rommelgoals, maar dit zijn geen rommelgoals. Nee. Nee, ja, er zijn gewoon geen middenvelden. Het zijn twee hele open. Ja, dat is mooi gezegd. Ja. Ze gaan weer. Ze komen er weer aan. Van de trappen, ja. Yo, maat. Goed. Zeker, maar jij ook? Goed. You know. Ja, is dat genoeg? Voor Almere en voor VVV, Woestel. Ik denk daar blij mee zijn. Hey, Almere is er na deze wedstrijd zeker blij zijn. Door de rode kaart en die post. Ja. VVV misschien ook wel. Nou, die hadden natuurlijk gehoopt te profiteren van die rode kaart, maar ik denk dat ze ook niet te ontevreden zijn. We kunnen het ook gewoon even vragen, hoor. Ja, aan noem maar eens een heel knap iemand. Echt, misschien, ja. Gewoon de Brandsterboy. De Brad Pitt van de keukenkampioen. Sven, hoe is het? Ja, goed, dankjewel. Ben je tevreden? Ja, niet helemaal. Ja, natuurlijk 1-1 is denk ik voor hun een beter resultaat. Hè? Ook gezien natuurlijk de rode kaart. Toen ging zelfs het team echt inzakken. Ja, ja. Maar ik denk dat er inderdaad niet meer in zat. Ja, vandaag een paar keer zag het er ook goed uit, vond ik. Hè? Een paar goede aanvallen met z'n tweeën. Overstapjes en diep gaan gelijk. Ja, ja. Precies. En dat je elkaar ook een beetje aanvoelt. En, dus gewoon, je moet gewoon wedstrijden samen spelen om een beetje op elkaar in te spelen. Mooi. Sven, je gaat vandaag natuurlijk denk ik ook wel het veld in met heel veel vertrouwen. Als bedoel, als drie mannen in een studio je omschrijven als de knapste man uit de KKD. Ja, dat doet wel wat met je. Nee, zeker. Heb je het gezien? Ik heb het, je wordt er een beetje ongemakkelijk van. Ja, mooi. Ik heb met een paar jongens uit het team
een groepsapp, een mooi groepje. Ja. Het zijn Kees de Boer, Nick Venema. Ja, daar heb Michel je, van ja. Rooijen, Robert Klaassen en Reketting zitten daarin. Schitterend. Ja, die stuurde meteen door. Ja, ik wist niet goed waar het eerst over ging. En toen hoorde ik ineens mijn naam. En ik dacht van, die gaan eens even benoemen dat ik een goede voetballer ben. Maar nee. Dat zit er niet in. Nee. Maar ik zat even te kijken ook naar Willem II VVV. Ja. Hey, Sven Braken, hè? Sven Braken, ik ga even één ding dat. Ja? Want dat schiet me in één keer te binnen. Martin Haven is het roerend met mij eens. Want wij waren namelijk ook even naar de training van VVV Venlo. Sven Braken is met afstand de allerknapste vent in de KKD. Tyfo. Nou, pik als je die. Ja, bizar, hè? Maar bizar toch? Dat is bizar. Het is krankzinnig. Dat is toch een compliment. Ja, ze vonden het los van elkaar, hè, Lars en Joop. Dat was het mooie. Ik ben helemaal een beetje ongemakkelijk. Kijk, je ziet hier, ik heb een enorme puist op mijn hoofd. We eten al de hele week bij de McDonald's. Wat zijn jou nou, jouw crampjes en zo? En loop dadelijk even mee. Ja. Ik heb nog wel in mijn etui. Nee, ik zou het niet weten, joh. Kijk. Jawel, dat weet je precies. Je weet het precies, man. Nee, ik moet zeggen, ik heb er zelf weinig last van. Dus qua puisten, nee. Nee. Ja, ik weet het niet. Ja. Ik zou zeggen, de eerste prijs van het seizoen is binnen. Nee, precies. Knapste speler uit de KKD. Ja, dat is toch iets om in te lijsten. Dus ik zie de prijs wel komen. Nu Thomas Verheid weer niet gewonnen. Nee, zonde, helaas. Sorry, Thomas. Nu nog promotie. Het ging tussen Nick en mij, hoorde ik. Ja. Gefeliciteerd, Sven. Hey, hartstikke bedankt. Fijne avond. Dank je wel. Wat een rare wedstrijd was dit, of niet? Ja, het was een aparte pot. Ik denk dat we op zich wel aardig begonnen. En eigenlijk uit het niks die 1-0 door een verrichting van de bal. Dat is toch even slikken. Ja, man. Daarna vond ik wel dat we de wedstrijd wel overnamen. Maar je weet dat we gewoon gevaarlijk blijven uit die momenten die wij ze eigenlijk geven door de bal makkelijk te verliezen. En dan keilen ze de bal de hoek in en gaan ze er achteraan lopen. Wacht even van Nick Venema. Ja, inderdaad. Dat is gewoon lastig. Zeker als je op bepaalde momenten balverlies leidt terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Nee. En dan roep je het eigenlijk een beetje over jezelf af. Want je speelt ook bijna nooit tegen zo'n beetje duo met één statische aanspeelbare spits en iemand daaromheen zoals Nick Venema. Dat lijkt me ook gek. Ja, normaal gezien het is niet een beetje een klassieke 4-3-3. Nee. Het is eigenlijk een beetje georganiseerde chaos eigenlijk. Ja. En dat is lastig om tegen te voetballen. Maar ik denk dat het wel aardig hebben gedaan. En ik denk dat we zaterdag, als we net iets zuiniger zijn, dat we dan nog beter voor de dag kunnen komen. Want het is natuurlijk een veel drukker speelschema. Merk je dat aan jezelf? Wij vinden het bijvoorbeeld heel zwaar. Ja. Ja, jullie zitten alleen maar in de auto natuurlijk. Maar, wij wonen in de auto. Ja, voor ons is het ook wel pittig. Want we hebben natuurlijk de laatste competitiewedstrijd was vrijdag, maandag, vrijdag. Ja. En nu weer dinsdag. Dus ja, dat is wel even anders. Doe je nog met verlengingen? Wat kleine aanpassingen. Dag na de wedstrijd is het ontbijt wat later dan gebruikelijk. Maar voor de rest houden we ons eigenlijk een beetje aan hetzelfde regime als we het hele jaar gehad hebben. Ja, het gaat er nu om. En wanneer is het komende zaterdag? Zaterdag, man. Ja. Zaterdag, zaterdag half vijf. Ja, een paar dagen om te herstellen. Ja. Even goed met elkaar te kijken naar de verbeterpunten voor vandaag. Om wat dingen aan te scherpen. En dan moeten we het zaterdag thuis klaren. Wil je dan beloven dat het geen verlenging wordt? Want dan redden wij de wedstrijd in Emmen niet. Ja, dat kan ik niet beloven. Je weet het nooit. Ik kan natuurlijk. Ik denk dat het twee aan elkaar gewaagde ploegen zijn. Ja, man. En ik hoop dat we het in 90 minuten kunnen beslissen. Maar als het 120 of zelfs penalties. Ja, we moeten er alles aan doen. Om aan zou je nemen, een pingel? Poeh, dan weet ik niet of ik op de lijst sta. Dat weet ik niet. De trainer heeft een lijst en daar hebben we het wel. Dat zien jullie zaterdag wel. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Wat denk jij, Broes? Neemt Damien van Brugge? Ja, tuurlijk. Aanvoerder, tuurlijk. Niemand weet het, toch? Nee? Nee. De trainer heeft zijn eigen lijst. Dank je wel. Thanks. Goed, tot zaterdag. Thanks. Best gaan, man. Dank je wel. Het is een hartstikke mooie dag. Alleen jammer dat bij 1-1 is gebleven, toch? Precies. Nou, morgen weer een andere wedstrijd, toch? En zaterdag. Hopelijk nog de volgende ronde. Ja. Dan komen we weer terug. In de finale. Doei, doei. Hoi, hoi. Jan Willens. Zeker. We zitten weer in de auto gisteren. VVV Almere. Ja, 1-1. Ja. Rode kaart van Danny Post. Ja. En vandaag staat de tweede wedstrijd van de derde speelronde van de play-offs op het programma. Ja, we gaan naar het prachtige Rad van Lechstuin, naar die prachtige club NAC. De parel, van, parel het van het zuiden. Nee, ja, schitterend. Dat wordt natuurlijk een fantastisch affiche. En
je merkt wat we aan het doen zijn, Lars. Ja. Het wordt opgepikt. Het wordt opgepikt. Wij vallen op bij de mensen. Wij vallen op. En zo ook bij onze vrienden van de Gegen Pressing Podcast. Ja. Joost Blauwhof, Dennis Kas en Jadran Blanco. Jadran Blanco. En nou ja, kijk, het is natuurlijk goed als er positief over je gesproken wordt. Uh-huh. Maar er kan beter slecht over je gesproken worden dan helemaal niet. Dat is waar. En is helemaal als het over de inhoud gaat. Dus laten we even laten we even luisteren. Want er komt een stukje over ons voorbij. Ja, prachtig. Geen pers. Wij waren echt de enige. Ook niet de mannen van FC afkicken. Nee. Daar kom ik zo nog op. Oh. Ik weet dat ze luisteren. Maar nou, dat doen we. Nee, ESPN was het niet. VI was het niet. NOS. Sta je dus daar bij, kom bij MVV. Er zijn het twee gasten van FC Afkikken, die hebben inmiddels een NSP-kaart, dus we zitten nu op gelijke hoogte. Ja, dus er zijn geen livestreamingsdienstje meer waar wat mensen naar kijken zijn dan een officieel geregistreerde journalist. En dan kom je dus, dan staan ze daar en dan ben je moet niemand beoordelen op zijn uiterlijk, maar ja, je representeert ook een beetje het medium waarvoor je werkt, dus die komen er aan. Ja, goed, iedereen moet zelf weten wat hij doet, maar een korte broek. Dan kun je ervoor kiezen om een nette korte broek, een soort van pantalon korte broek. Maar één zo'n gozer heeft gewoon een zwembroek aan. Ja, een zwembroek. Onderal van die witte sokken die weer tot boven de enkels komen. Ja, en van die witte gimpen. Maar dan komt het ook door, dat is zo'n onverzorgd shirtje. Ja, dat en dan zijn ze allebei identiek. En dan hebben ze ook nog een pet op. Oh, en dan gaan ze dus met z'n tweeën een speler interviewen. Het was gewoon zeker van die piraten. Nee, dat echt een zwembroek aan, weet je wel. Ja. Een zwembroek, kom op. Hey. Kan toch niet? Als ze dat lekker vinden zitten, dat maakt het niet uit. Oh, ja. Ik ben aan het werk, Joost. Ja, je kan ook niet naar je werk met teenslippen zijn. Nee, je bent er niet bij de Beach Club, je bent er gewoon aan het werk. Nee, we zijn gewoon bij MVV Nacht. Nou, naar de Beach Club, dan was ik gewoon opgedirkt, hoor. Nee, oké, okay, maar heel bijzonder om te zien. Tot zover. Nee, prachtig. Maar kijk, Lars. Ja. Uiteindelijk, de realiteit is. Ja, Dran heeft wel een punt. We moeten het anders gaan doen. Een hoofdagent van de modepolitie. Hoofdagent van de modepolitie. De Arno Kantelberg van de stem. Zo. Maar, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je er ook wat mee doet. Juist. Nou goed, gelukkig hebben we nog wat liggen van onze vrienden van Oppersoets. Ja. Dus ja, ik denk dat we ons zomaar even moeten gaan omkleden. Nee, ja, nee, van de week in dat zwembroekje, dat was echt... Nee, mensonterend. Mensonterend. Je had de politie moeten bellen. Hoi, wat vindt u van onze outfit? Is dit representatief, vindt u? Helder. Ja? Fantastisch, kan niet beter. Lars is even roken, want die kan de spanning niet meer aan. Ja. Want ja, uiteindelijk, we willen toch graag onze vriend Jan Blanco confronteren. Ja. We zijn wacht de uitspraak, maar is er nog niet. Attentie, oh, 35. Het gebouw te verlaten... via de daarvoor aangegeven nooduitgang. Oh, dit is goed. We zijn een keer goed gekleed. Het gaat wel moeite onder. Ja, nou kom. Je hebt wel eens dat ergens paniek uitbreekt. Je hebt ook wat tegenovergesteld van paniek. Ja. Werkelijk iedereen denkt van nou, hier zijn ze. Hier zijn ze. Hey. Netjes. Ja, goed man. Mag je allemaal. Zo, nou, netjes al. Ja. Kijk eens aan, joh. Ja, hij strak een pak. Mijn leven. Zo dan. Mijn leven is elke week natuurlijk. Een match is hoor. Nou, hier komen we morgen wel op terug, hoor. Ja. Maar ik vind dat jullie er... Nou, jij hebt toch een overhemd aan, ik had wel een mooie pantalon op, moet ik kijken. Ja, wat casual. Casual chic. Casual chic, inderdaad. Casual chic. Net, het is net genoeg. Ja, die ene van afkikken. Respect. Die ene gast. Dat zijn allebei. Ja, goedenavond, meneer. Je ziet er strak uit, hoor. Ja, vind je wel warm. Dit past beter, jongen, bij jouw reizige gestalte. Hij zit erin, 0-1. Ik denk dat het Lorenzo Burnett was. Ja, kennen, hè. Het is praktisch afgelopen, maar... Ik dacht dat we nog een corner nemen. Mag nog een corner nemen, maar het valt niet mee. Oh! Ja! Lars, we hebben een winnaar. We hebben een winnaar eindelijk. Vorige wedstrijd natuurlijk gelijk. Gisteren, ja. En bij deze, ik ben in ieder geval blij dat die goal nog viel van NAC. Wat anders... Ja, wordt het nog iets spannender? Ja, iets spannender. Ik vond Emma een stuk beter dan NAC, maar... Je gaat iets anders naar de Oude Middenhijk. Het kan nu nog spoken, Martin. We spreken zo even Jeroen Velmaten, Dick Lukien en Gavier Vet.
Ja, dat is goed. Nou ja, we zijn door de mangel gehaald door onze collega's van BN De Stem. Ja, ik heb het gehoord. Luister je die podcast ook? Nee, ik luister hem niet. Maar ik heb gehoord dat dat benoemd was. En wat vond je ervan? Nou ja, precies tegelijk. Jullie zien er nu een stuk strakker uit. Maar ja. Maar wat vind je? Mooie zomeravond in Maastricht. Ja. Maar vind je prima, toch? Maar vind jij ook dat, dat je geïnterviewd kan worden in korte broek? Dat je vooral jezelf moet blijven. Mooi! Dat vinden wij dus ook. Mooi, vinden wij ook. Ik ben mezelf met een korte broek aan. Maar ja, dat begrijpen mensen niet. Dat begrijpen nee, mooi, want wij krijgen het verhaal uiteindelijk van ja, ik kan niet tegen die spelers zeggen dat ze met iemand moeten praten in een korte broek. Ja. Nou ja, mij maakt het niet uit. Oké, nou, we hebben ook nog gewoon bij iemand met z'n tweeën met zonnebril en vet op het interview. Ja, sommige dingen gaan natuurlijk wel te ver. Daar was mijn moeder ook niet blij mee. Maar laten we naar de wedstrijd gaan. Ja. Want er is een soort sfeer, bijna alsof jullie gewonnen hebben aan het einde in het stadion. Ja, nou ja, die goal die was wel heel belangrijk natuurlijk. Ja. Dus dat was wel lekker. Daar hebben we echt wel voor gestreden, tweede helft. Dus ja, dat geeft wat meer perspectief. Dus dat is fijn. Dus had je ook het idee dat Emmen een beetje aan het ontregelen was ook? Hè? We hebben met Sivkovic... Ja, kijk, ik... Ja. Toch? Ja. Ervaren ploeg. Schreeuwen bij elke keer dat ze aangeraakt worden. Ja. En vallen. Ja, dat is gewoon heel slim. En je ziet dat die jongens... Er zitten slimme voetballers tussen. Ja, maar er was ook best wel wat... Hey, je hoort het fluit ook voor de scheidsrechter bijvoorbeeld. Ja. Was dat ook een beetje... gemaakt door het gedrag van de spelers, zeg maar. Ik bedoel, het werd net gedaan alsof het een waanzinnig slecht was allemaal. Maar nee, wij hebben het idee... Kijk, het viel wel mee, dacht ik. Ja, ik beleefde het anders. Maar dat komt natuurlijk omdat ik volle bak in de emoties zit. Tuurlijk. Dus mijn beeld zal nooit helemaal eerlijk zijn. En dan krijg je zaterdag Bas Nijhuis. Ja, nou ja, dan kunnen ze gaan liggen en schreeuwen wat ze willen. En dan lopen wij, liggen er 10 op de grond en dan lopen wij door. Dat zijn jullie voordeel. Ja, nou ja, in principe wel, denk ik. Want die trapt niet in dit soort trucjes. En dat was wat zijn dit echt trucjes? Nou ja, als jij schreeuwt alsof je doodgaat, maar 3 seconden later zonder verzorging weer opstaat. Ja, het bekende. Maar goed, dat hoort erbij. Ja, true. Dat gebeurt ook gewoon. Alleen, wij doen dat minder. Ja. Wie weet wat er kan gebeuren. Er zijn veel gekkere dingen gebeurd. Er zijn gigantisch gekke dingen gebeurd. En ik ben blij dat we niet zeg maar zo'n wonder moeten uithalen nu. En dat we in een situatie zijn waar als je de wedstrijd wint, dat je in ieder geval verlenging hebt. Ja, thanks wel. Dan zien we elkaar zaterdag. We zijn alleen maat. We kennen deze maat. Ja. Hoe is het, maat? Ja, ook goed, man. Leuk dat je er bent. We krijgen ook een kritiek. Kijk hoe wij er nu uitzien. Vorige keer waren we in korte broek. Van de persverlichter van NAC. Ja. En dit is niet representatief. Ja. En toen gingen ze zelfs in de podcast van NAC gingen ze over spreken. Ja. Maar kijk ons nou. Kijk ons nou. Dat ken echt niet. Maar gaan ze hier nu ook bespreken? Ja, dat zijn ze van wel. Dat we er nu goed uitzagen. Ja. Jeroen is ook fan van onze outfits. Ja, jongens. Wij zien er beter uit dan jij. Afdansen straks. Ja. Wat is representatief in M? Hè? Want hier bij NAC moesten we dus Emmen schoenen. Dat is echt bizar. Oh, mooi. Meer heb je die nodig? Heb je nog een paardje? Sorry? 44,5. Ja. Zoek ik. Ik hoop dat we nog 3 wedstrijden hebben. Oh ja, dan mag je ze van mij hebben. Ja? Natuurlijk. Ja, Die staat. Top. Top. Maar laten we het even over voetbal hebben. Want jullie hebben volgens mij best wel een goede wedstrijd gespeeld. En een knappe overwinning geboekt, toch? Ik ben tevreden over de eerste helft. Over de tweede helft ben ik niet tevreden. Nee. Waarom niet? Omdat wij ze echt nog veel meer pijn hadden kunnen doen. Ja. Misschien wel moeten doen. En als jij als elftal met de jongens die wij hebben, met de voetballers die we hebben, goed kunnen voetballen en je gaat elke bal wegschieten, dan dat is niet onze kracht. Ja, maar je merkt wel, bij NAC is dat juist dat ene goaltje juist wel. Hè, kijk, ze zien zelf ook wel dat ze vandaag relatief weinig te vertellen hadden tegen jullie. Ja. Maar dat ene goaltje, hè, als ze zaterdag bij jullie in minuutje 8 even een balletje binnenknikken, staat gewoon gelijk. Klopt. Nee, maar, dit is rekenen voor gevorderd. Maar dat is gevoelsmatig toch wel zo. Ja. Ik begrijp je alleen. Je hebt er geen angst voor? Nee, totaal niet. Okay. Maar ik vind gewoon dat je elke week moet laten zien, elke wedstrijd moet laten zien dat je beter bent. Ja. En dat hebben jullie vandaag denk ik gezien. En waarom zouden wij dat niet zaterdag weer laten zien? Misschien is het wel... Op je eigen veld? Misschien is het wel alleen maar goed dat die... ik hoop dat het alleen maar goed is dat die 1-2 is gevallen. Dat wat jullie nog extra scherp te geven. Ja, precies ja. Ik heb wel eens het idee dat Joey Kooi een beetje de controle kwijt is soms. En dan enigszins paniekerig dat probeert te corrigeren met een hele zelfverzekerde houding. Ja. Vind je dat moeilijk? Ja, jullie zien dat denk ik wel beter dan ik.
Ah. Ja. Dit is het beste antwoord dat je kan geven. Dat is een Mark Rutte antwoord. Wat weet ik er nou van? Je begrijpt dat ik in zo'n wedstrijd daar niet... Nee. Dat zou wel heel veel verloren energie natuurlijk zijn. Als ik constant met een scheidsrechter bezig ga. Dus jullie hebben daar veel meer tijd voor om dat op te letten. Van, oh, hij is wel heel erg voor Emma of hij is heel erg... Maar ja, je hebt soms inderdaad wel het gevoel dat die beïnvloedbaar is, ja. Klopt. Oké. Ja, mooi man. Ja, ik ben echt fucking benieuwd naar zaterdag. Ik ook. Jullie komen? Uiteraard. Ja, we gaan eerst naar Almere, dus het wordt weer racen, maar we zijn er zeker bij. Lars, het is zweten hier. Het is bloedheid. En daar is het grote... Sorry, Dick. Nu nog even het zwaarste. Lekker, maar precies. We doen het in een minuut. Dat is mooi. Top. Hoe is het met je? Goed. We zijn de negende. Negende. Ja, oh, echt de negende. Ja. Wat een creativiteit, hè? Last, but zeker not least, hè? Ja, nee, dat bedoel ik. Zo voelen we ons ook niet. Precies. Nee, zo. Zo, daar staan we. Wat waren jullie goed, man? De eerste helft. Ja, de eerste 60 minuten vond ik. Ja. Beduidend beter dan NAC. Dus ik denk dat we een verdiende overwinning boeken. Alleen in de orde van grootte had hij wel iets groter uit mogen. Was je verbaasd dat jullie zoveel sterker waren dan NAC? Want wij wel. Ja? Ja. Ja, nee, ik wel. Jij ook? Ja, nou ja, misschien wat meer van NAC verwacht. Maar zo dominant heb ik jullie in de Eredivisie weinig gezien. Nee. Maar goed, voetbal heeft ook altijd met een tegenstander te maken. En, weet je, ik vind NAC ook, die hebben een prima tweede seizoen zelfs. En ik ben niet verbaasd omdat ik weet wat wij kunnen. Ja. Alleen het is wel leuk om die bevestiging ook te zien. Is het dan ook zo dat het eigenlijk heel moeilijk is om dit nu te doen, terwijl je ook allemaal vragen over bijvoorbeeld je nieuwe werkgever FC Groningen krijgt? Of kun je daar heel makkelijk voor afsluiten? Ja. Dat laatste. Ik heb daar nog niks over gezegd, dat ga ik ook niet doen. Nee, dat hoeft ook niet hoor. Komt de persconferentie en dan gaan we het zien. Ik ben nu vooral bezig met Emmen op het hoogste niveau houden. Ik heb hier 7 jaar gewerkt, met alle plezier. Dat verdient iedereen binnen Emmen en ik hoop dat dat ook gaat lukken. Ja. Tuurlijk, het zou het mooiste einde zijn toch, van de periode Emmen. Wel nog even als laatste, want eigenlijk zei Jeroen dat ook wel een beetje. Eigenlijk had hij natuurlijk veel meer moeten winnen, maar er valt toch nog die goal aan het einde. Ben je er dan doodziek van? Wel ziek. Maar ik vind dat we daar ook naar onszelf moeten kijken. Ik hoorde wel dat het een onterechte corner was. Maar daar mogen wij wel strakker en beter verdedigen. Dus dat is een smetje, maar dat mag absoluut niet afleiden van die meer dan verdiende overwinning. Nou ja, dus... En Lars, vind jij het eigenlijk warm hier? Ik vind het warm. Ja, ik heb het ook. Helemaal de tering hier. Het is hier snikheid. Ja. Maar je mag geen korte broek aan. Het kan toch als sauna. Dit zou een sauna kunnen zijn. We kunnen de zwembroek aan doen. Ja. Dick, ga snel de bus in. We zien je zaterdag. Dankjewel jongens. Yes. See you.